We waren in Tilburg, alles te gast in het Alzheimer Café in het Mandelahof. En daar ontmoeten we mensen die het fijn vonden om lotgenoten te ontmoeten. Maar vooral ook om partners en familieleden te ontmoeten die het erover konden hebben. Telkens werd daar een onderwerp aangesneden. En nou zijn we vandaag hier in het Parkinson Café. Ook met lotgenoten en met familieleden. En we zullen eens horen hoe zij hierover denken. Meneer Maas, ik had het in mijn aankondiging over het Alzheimer Café waar we geweest waren. Daar waren de mensen bijzonder enthousiast om lotgenoten te ontmoeten. En vooral ook familieleden vonden het fijn en partners om elkaar te horen hoe het ging. Is dat bij het Parkinson Café ook zo? Dat is bij ons ook zo. Wij waren helemaal verrast toen wij begonnen in april vorig jaar, dat er meteen 100 mensen op afkwamen. En er zijn er altijd tussen de 50 en de 100 geweest. Dus dat is werkelijk fantastisch. U houdt altijd het Parkinson Café de laatste woensdag van de maand. Ja, elke woensdag, de laatste woensdag van de maand, houden wij ons Parkinson Café hier in Loon op Zand bij de financiën. En dat is fantastisch voor de mensen. Wij krijgen alleen maar lovende reacties op wat hier gaat gebeuren. U heeft dan ook altijd een programma, wat ik zie staan, dat er vanmiddag een diëtiste komt om te praten over voeding en Parkinson. Ja, wij hebben neurologen gehad, we hebben verpleegkundigen gehad over Parkinson, zelfs over slaap en Parkinson. En zo kunnen we elke maand kunnen we iemand anders vinden die dat wil doen. Vandaag is het dan de diëtiste, binnenkort ook nog een keer over de WMO. Dat is ook zo'n onderwerp wat zeer interessant is voor onze patiënten. Dus ja, dat is, en dat wordt erg gewaardeerd. Het is niet alleen zo dat er onderwerpen steeds aan bod komen, maar u zorgt ook voor een luchtige sfeer hier. Natuurlijk moet het niet alleen een heel moeilijk onderwerp zijn. Nee, het is ook belangrijk dat de mensen hier gezellig rondom bij elkaar kunnen zijn en elkaar leren kennen. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen die pas Parkinson hebben, die weten niet wat ze allemaal gaat overkomen. En als ze hier dan komen, dan lijkt het in het begin erg confronterend. Maar na verloop van tijd vinden ze het erg prettig om met mensen te praten over hoe het allemaal gaat en wat er gedaan kan worden, welke fysiotherapeut ze kunnen doen, hoe ze met allerlei zaken om moeten gaan. En dat is erg prettig voor hun. Dat denk ik ook. We gaan een stuk van de middag meemaken, meneer Wij. Ja, gezellig. Dank u. U verzorgt vanmiddag, mevrouw Matthijssen, een lezing Voeding en de ziekte van Parkinson. Nou is voeding natuurlijk voor iedereen belangrijk. Ja, dat klopt. Niet alleen voor de mensen met de ziekte van Parkinson, eigenlijk voor iedereen. Dus ik begin ook mijn praatje eerst over algemene voeding kort, om dan verder te gaan met klachten die samenhangen met de ziekte van Parkinson. Zoals? Ondervoeding, slikproblemen. Obstipatie. Dat zijn eigenlijk een aantal zaken die regelmatig voor kunnen komen bij de mensen met de ziekte van Parkinson. En daar ga ik vanmiddag dieper op in. Dan wens ik u veel succes. Dankjewel. Meneer Ad van Poppel, u hebt al heel lang de ziekte van Parkinson. Is dat moeilijk om erover te praten? Nee, voor mij niet. Ik heb van meet af aan heb ik er spreekbeurt over gehouden. We zijn meteen lid geworden van de patiëntenvereniging en daarin actief geworden. En het praten erover hebben we altijd heel goed gekund. Ook mijn vrouw heeft er altijd goed over kunnen praten. Ja, want we praten toch denk ik al over een 20 jaar ervaren Parkinson-patiënt? 24 jaar. Ja. Wordt dat erger? Want de ene Parkinson is de andere natuurlijk niet. Nee, alle Parkinson-patiënten zijn verschillend, maar het is wel progressief. Ja. Alleen in mijn geval gaat het gelukkig heel erg langzaam. Okay.
ja, Prins Klaus, die kennen we, die heeft dat toch eigenlijk ook ja, bespreekbaar gemaakt. En het is vanuit de vereniging en zoals u zegt, het café, toch ook heel belangrijk dat mensen die de ziekte hebben daar ook over vertellen. Ja, Prins Klaus, het was een goede ambassadeur voor de vereniging. Ja. Voor de ziekte, mensen met de ziekte van Parkinson. Maar ja, u bent ook bezig. U zei net ook, de ene Parkinson is de andere niet. Kunt u een beetje over het ziektebeeld iets vertellen? Ja, het is dus een ziekte waarbij een bepaalde stof in de hersenen te weinig aangemaakt wordt. Dat is het stofje dopamine. Dat is een boodschapperstof die de signalen vanuit de hersenen naar de spieren doorgeeft. En dan wordt het op een of andere manier, maak ik nou te weinig cellen aan? En worden de spieren dus te slecht aangestuurd, dan krijg je allerlei verschijnselen zoals tremoren, dus het beven, stijfheid, bewegingsarmoede, dus minder beweging. Ja, dat zijn dus een aantal lichamelijke verschijnselen en dat is heel breed, want de spieren worden slecht aangestuurd. En ja, welke lichaamsfunctie heeft geen spieren nodig? Dus het scala aan verschijnselen, aan symptomen, dat is enorm breed. En is het ene moment erger dan het andere moment? Zijn er ook momenten dat u zegt van nou, dan beef ik helemaal niet? Nou, het kan van minuut tot minuut verschillen. Okay. Er zijn patiënten, je kunt het hebben dat je dus het ene moment wel kunt schrijven en 5 minuten later probeert en dan lukt het weer niet. Maar u praat er gewoon over, dus uw hersenen die functioneren nog helemaal fantastisch. Nou, fantastisch functioneren, dat valt wel mee hoor. Oh, denk ik wel. Ja. Maar goed, u bent dus in een verenigingsverband. Het is ook voor u prettig om lotgenoten te ontmoeten, maar ook om erover te praten. Ja, ja, ik denk dat iets waar je heel erg bezighoudt, dat je daar ook over wil praten. Ja, ik denk, u zei, uw vrouw die leeft ook met u samen en die heeft dus ook al 24 jaar Parkinson. Want de partner, die leeft mee. Het geldt eigenlijk voor elk ziektebeeld, hè. Of je nou hartkwalen hebt of reuma. Je hebt het altijd samen. Als ik beperkt ben in mijn mogelijkheden, is mijn vrouw dus ook beperkt. En elke keer is er een ander onderwerp wat hier aangesneden wordt. En dat boeit ook iedere keer weer. Dat verrijkt u ook weer. Ja, dat verrijkt mij. En vooral ook de contacten die je hebt met de mensen. Hè. Je hebt meteen, ja, als je Parkinson mensen ontmoet, heb je meteen een band. Je hebt een gezamenlijk punt eigenlijk wat je bindt. Dat is de Parkinson. Ik dank u hartelijk dat u hier ook zo openhartig over hebt willen praten. Dank u wel. Graag gedaan.